Een partijtje verbaal sumo-worstelen, dat mag u verwachten van het toneelstuk God van de Slachting. Of hoe een woordenwisseling ontaart in chaos op de scène en lachsalvo's in het publiek. Hoofdrolspelers Frank Fokketijn en Els Dottermans. Ja, Frank Fokketijn en Els Dottermans, welkom. Twee van de hoofdrolspelers uit God van de Slachting. Nog een mooi koppel erbij. Hè? Jullie spelen in het stuk ook een koppel, hè? Klopt. Ja, ja. Moeten we de rollen eens omdraaien, hè? Anders kunnen we de partnerruil doen of zo. Ja. Nu al? De slaapzak stinkt. De slaapzak stinkt, ja, dat moeten we erbij nemen. Vertel eens, Els, een koppel. Wat is de situatie? De situatie is, wij zijn het ontvangende koppel thuis. En de situatie is zo dat onze beide zonen, of de zoon van het bezoekende koppel, heeft onze zoon Bruno met een stok in het gezicht geslaan. En hij heeft twee gebroken snijtanden, waarbij de zenuw van de rechter snijtand toch ernstig beschadigd werd. Er lag maar een stukje bloot, hè. Moet er een... Wat zeg je? Ik zeg, er lag maar een stukje bloot. Ze overdrijft dat dan. Nee, het andere stukje lag ook... Ja, nee. Maar goed, dat moet opgelost worden. Dat moet opgelost worden en we proberen dat heel beschaafd en als wel opgevoede mensen op te lossen. Maar dat loopt met dan... Twee druppels water of twee druppels drank. Ja, eigenlijk zijn de ouders gewoon erger dan de kinderen zelf. Hè. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer, ja. Komt het op neer. En ik wou nog zeggen, als je het over rechtspraak hebt, alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Dat is eigenlijk heel dankbaar voedsel voor een god van een slachting. Want je moet de tv maar aanzetten en de slachtingen gebeuren rondom. Hè. De kasteelmoord is duidelijk een beeld van een slachting. Jeffrey Massen is duidelijk een beeld nu van slachting. Ga je nu zwijgen dan, vanaf nu? Of? Oh, nee, want dat is dankbaar voor ons beroep. Anders moeten wij stoppen met spelen. Hè? Dan hebben wij bedoel je dat alle stukken over slachting gaan? Ja, maar dat is toch een verzinsel van de mens. Het komt toch ook uit de mond van de man van het andere koppel. Die zegt, ik geloof in de god van de slachting. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk een verzinsel van de mens. Zonder een god van de slachting is er niks meer, toch? Nee. De god van de liefde is ook een verzinsel van de mens, toch? En de ene kan niet zonder de ander bestaan. Ben ik nu te filosofisch. Ons meteen op een metafysisch niveau. Waar gaat het over? Nu weet Els het ook. We gaan het proberen iets concreter te maken. Els, want sommige mensen zullen thuis misschien ook wel het verhaal ergens herkennen. Toevallig is het onlangs verfilmd. Hè? Ja. Dan even kijken naar een scène uit de film Carnage. Maar dan moet je even de situatie ook schetsen. Hè? Het koppel is dus op bezoek bij dat andere koppel. Er is iets gebeurd. Ja. Dus die ene jongen heeft die andere geslagen met een stok. Ja, proberen we op te lossen. Dan is er bij dat bezoek ook iets misgelopen. Een familiale verzekering. Juist. Ja, maar die de bezoekende vrouw heeft moeten overgeven. Daar heeft u het over. Ja, is dat even verdwenen. Ja. Samen met haar man. En de andere twee zijn bezig met de smurrie. Op met het kuisen van de smurrie. Ja. Op kuisen van de kops. Gaan even kijken, ja. I can't believe that she barfed all over my books. I mean... When you know that you're gonna toss your cookies, you know you take some precautions. Aww, the Fujita. Oh, it's disgusting. I was right on the edge with that toilet flushing shit. You were incredible. I held my own, right? Incredible. Jamaica Queens, now that was genius. Little piece of shit. What does he call her again? Doodle. Yeah, right. Doodle. Doodle. Yeah, I call her Doodle. Oh, I'm sorry. We didn't mean anything. You know, it's so easy to make fun of other people's pet names. Michael, what do we call each other? I'm sure it's worse, right? Here, you wanted the blow dryer. Thanks. We call each other Darjeeling. Yeah. Like the tea. It's a lot more embarrassing if you ask me. Ja, terwijl je daarnaar zit te kijken, bekruip je alle zekere gêne omdat het... Ja, zo herkenbaar is, hè, Frank? Ja, dat is... ik weet nu
Nee? Of het zo is het niks tegen mezelf? Nee, ah, ja, oké, okay, dan is het in orde. Maar ik vind, als we hebben nu vandaag ook heel de dag gerepeteerd en het is aards moeilijk, omdat het zo, het is echt millimeterwerk. Die partituur is zo mooi gemaakt, dus ik denk, als je de film hebt gezien, die partituur is niet anders te spelen. Ik voel mij zo'n beetje als een kwartet, zo een kamerensemble die een muziekpartituur voor zich krijgt, waarbij Jan Eledan, de regisseur, eigenlijk een soort beeldend componist is. En die dat dan in goede banen leidt. Of dubbelspel tennis, daar leidt het ook. Dubbelspel tennis, het is echt topsport. Wij zijn een beetje de ploeg van Kim Kleisters en... Federer. En Xavier Malisse misschien. Zeg, de trainer is dan, en om die terminologie te blijven, is dan Jan Eelen. Hij heeft Super Talk zo aangekondigd. Het is het eerste theaterstuk van de grote regisseur van De Ronde en In de Gloria. Een succesvolle tv-regisseur nu. Eerste keer voor het theater. Hebben jullie daarom ja gezegd? Doen jullie daarom mee? Wij werken in Entegent, hè? Huh? Jullie werken daar. Jullie zijn werknemers, jullie wij moeten. Wij zijn werknemers in Entegent. Nee, maar is dat maar... zo? Nee, wij worden niet verplicht. Wij worden uitgenodigd om mee te spelen. Maar wie zegt er nu nee tegen Jan Eelen? En wie zegt er nu nee tegen dat stuk? En wie zegt er nee tegen deze mensen die meespelen? Ja. Het moet al heel raar zijn dan. Nee, ik volg, ja. Maar zeggen jullie soms, nee, want jullie zijn gevestigde acteurs, kun je soms zeggen van, deze beker laat ik aan mij voorbij gaan? Je kan het er niet mee eens zijn, ja, absoluut. Maar ik zal niet zo snel nee zeggen, hoor. Dat is iets... nee, maar omdat ik veel te... Ik vind dat... En zeker met Jan, we kennen elkaar nu 16 jaar geleden zijn we begonnen, maar toen met de Van Eijgens, als afsluit van Margot Hond. En we hebben zo'n een heel schoon parcours bewandeld. En daarom is dat nu zo intrigerend, om dat nu op podium neer te zetten. Ja, dat is het vertrouwen natuurlijk in de regisseur. Absoluut, en een onvoorwaardelijke liefde. Want, en dat vind ik ook een pluspunt, en dan moet ik toch, ik kan het toch niet laten, maar het is wel een bijzondere verdienste van Jan, als je ziet in De Gloria, De Ronde nu ook, met hoeveel respect dat hij mensen schildert of neerzet. Ja. En dat is niet minder dan bij dit. God van de slachting. Maar een goede tv-regisseur is daarom nog geen goede theaterregisseur. Ja, maar ik ken Jan niet zo heel goed. Ik heb één keer meegedaan in De Ronde, maar dan ben ik zelfs geïnteresseerd door hem. Nee. Want hij zat ergens anders en ik zat in die auto. En, Vertel maar, dan eens, jij met jouw ervaring op de scène. Jan is iemand die helemaal niets van theater af weet, maar Jan is iemand die heel, heel goed kijkt naar mensen en een ongelofelijke feeling heeft voor de tragicomische kant van een mens. Juist die scherpe snee, die kan hij ongelooflijk als geen ander bewandelen. Mm-hmm. Dit stuk, het is ook een funny tragedy. Het is op de rand van pijnlijk, ontroerend en... Het is geen billenkletser, hoor. Het is niet om te gillen van het lachen, maar het is zo... Daar, juist op die rand, op die scherpte van dat mes zitten we allemaal te spelen. Zo. En dat is ontzettend moeilijk. Ja, moeilijk, dat zeg jij ook al. Geven jullie hem ook tips? Want jullie hebben dan... Ja, want Jan spreekt nog voortdurend over... Als we beginnen, zegt hij, actie, dat is film. we gaan naar de set, maar dat is een speelvlak. Ja. Dat is zo, en dan moeten we allemaal een beetje vertalen. Wat moet hij dan zeggen? Het speelvlak. Actie wordt er niet gezegd op toneel. Ik had het allemaal veel trager op toneel. Hij is heel snel, hij is ongelooflijk snel. Hij werkt ontzettend snel. Jullie mag het allemaal. Nee. Ik vind het aangenaam. Ik ben blij dat ik het meemaak. Misschien eens kijken naar het verschil. Van jullie hebben nog geen beeld. Ook, het is nog niet opgevoerd. Ook de repetities mochten we nog niet filmen. Ja, maar het stuk is al opgevoerd. Frank, het stuk is al wel opgevoerd. Hebben jullie het zelf ooit gezien? Het is in Londen opgevoerd, West End, ook op Broadway. We hebben een stukje, een heel kort stukje. Je moet even meekijken met bekende acteurs, ook wel heel grote namen, uit Hollywood. Even kijken. Of course Benjamin isn't a savage. Yes, he is. Alan. Why say something like that? He's a savage. Well, how does he explain his behavior? He doesn't want to discuss it. But he ought to discuss it. He ought to do any number of things. He ought to come here. He ought to discuss it. He ought to be sorry for it. Clearly, you have parenting skills that put us to shame. We hope to improve, but in the meantime, please bear with us. Ja, hoe is het om dat te zien? Hoe is het om dat te zien? Het is net een beetje anders vertaald. Bij ons klinkt het anders. Ja. Het is, dat zijn die acteurs van de Sopranos. Ja, onder andere James Gandolfini was erbij. Maar hier lijkt het wel zo een soort van billenkletser te zijn. Bij jullie is het dan niet het geval?
We hebben dat nog niet uitgeprobeerd, hè, lieve. We moeten het allemaal nog uitproberen straks. Wie weet, wordt er op billen gekletst. Hè? Ik weet het nog niet. We weten maar het nog pijnlijk niet. Billen gekletst. Ik denk echt pijnlijk billen gekletst dat je deugd van hebt. Dat niet zomaar wat... Ja, maar dat niet zomaar wat poeprammelen is, maar echt... Om in de familie van Jeff Massa te blijven, hè, zo een, hoe noemt hij dat? Zo'n dingen, advocaat. Nee, echt maar degelijk... Maar het is een geweldig goed geschreven stuk. Hè. Het zijn ongelooflijke one-liners en dialogen tussen mensen die heel herkenbaar zijn. We kennen allemaal zo'n situatie. We hebben het thuis trouwens eens voorgehad. Er een vriendje die bij ons thuis een dvd door de televisie gooide. En ja, dan komen de ouders en dan moet toch de familiale verzekering er toch aan te pas komen. En bij ons is het niet zo geëindigd. Het is heel geciviliseerd nog. Maar we kennen het allemaal nu, zij kent het. Ik ken het. Het gaat binnenkort... Jongens. Het gaat binnenkort in première. Maar het stuk is heel bizar, Els. Het was al uitverkocht in Gent, alle voorstellingen. Nog voordat de mensen wisten welk stuk het ging zijn. Dat is de factor Jan Eelen dan, of wat? Meneer Eelen, ja. Straf, hè? In Gent. Of Gent. Het is de factor Gent misschien. Ja, maar nee, want het loopt overal, hè. In Vlaanderen, Nederlands. En is het overal uitverkocht? Bijna. Maar het is ook wel een klein cultuurstad. Jij bent van Gent, hè? Ja. Gent is een cultuurstad. En Tegé is ook een prachtig gebouw. Veel mensen hebben ook een abonnement en zo. Ja. En ik denk ook dat Wim Opbroek een schitterend artistiek directeur is, denk ik. Jij gaat ook wel eens. Ja, ik ga. Ja. Ook mijn stagemeester, Luc van den Bos, is de big man. Dus, kijk eens aan. All in the family. Nu, die factor Jan Eelen, die wordt ook echt zo uitgespeeld. Hij is echt een merk geworden. Want als je naar de website gaat en je klikt dan naar het stuk, hè, God in de Slachting, zeg ik het juist? Ja. God van de Slachting, excuseer. Kijk, dan kom je bij deze foto terecht. Meester van Steenbrugge. Herkent u een van deze jongens? Ja. De rechtse bijvoorbeeld. Of Dixie of Sam. Nee. Jullie zijn een beetje van de wereld weg geweest. Ja. Dat is de kleine Jan Eelen, hè? Ja, de ongeabumeerde is de kleine Jan Eelen, die net op het gezicht van zijn broer geslagen heeft en daar triomfantelijk naast staat, nog met het wapen in de hand. Mooi. Ja. Uit het leven gegrepen. Is het echt gebeurd? Of is echt gebeurd, geanceneerd. Niet gewapend, voorzien van een stok, een golfclub. Zo zie je maar hoe herkenbaar. Maar het legt de lat wel hoog, heb ik de indruk dan. Jan Eelen, bijna alles uitverkocht nu. Bij hem, bij jullie? Ja. Of... Ja, de lat ligt hoog, maar we zijn goed aan het werk. En Jan is, waar ik er eigenlijk bijzonder aan apprecieer, is dat een man is zonder pretentie, zonder de minste pretentie. Dus die werkt, die wil iets moois maken. Die wil iets moois maken voor andere mensen. Mm-hmm. Die wil niet het theater vernieuwen. Die wil niet aankomen met kijk mij eens wat ik nu gemaakt heb met het theater. Die wil gewoon een voorstelling maken waar iedereen tot in Scherpenheuvel, tot in Gent, kan van genieten van de eerste tot de laatste seconde. Dat wil hij maken. En vooral dat er spelplezier is. Hè? Ja. Plezier om samen dat te maken. Ik voel heel veel liefde voor het publiek. Ja. Ik voel heel veel liefde voor de regisseur. Ja, dat is zo. Corazon, dan wens ik jullie heel veel succes met God van de Slachting. Wanneer is de première? 14 maart. In Tegent en dan, in de Minaarschouwburg spelen we het. Voilà. Ja. Genoteerd. Maar wie tickets wil, die zal heel snel moeten zijn. Ja, jullie zijn...